Fritrock 2016 is te voorbeelden van Jutta, de jonge dame die nu voor ons zit. Naast haar zit de Bart, de vader, overduidelijk de metalhead. Bart, kun je eens even heel eenvoudig uitleggen waarom Jutta in de rolstoel zit? Waarom zit Jutta in de rolstoel? Jutta zit in de rolstoel, want zij heeft CP. CP wil zeggen, celebraire Parijzen, en dan in de vorm van diplegie. Letterlijk vertaald, wil dat zeggen hersenverlamming van het deel dat de onderste ledematen aanstuurt. Zij kan haar beentjes bewegen, zij kan even recht staan, maar zij niet, moet ik het zeggen, de hersenen sturen de bewegingen niet aan. Dus al hetgeen dat zij doet met haar benen is ongecontroleerd. Dus daarom. Jutta zit nu in een rolstoel. Zijn er vooruitzichten dat dat ooit gaat veranderen? Dat zij zelfstandig kan lopen terug? Die hoop is er in ieder geval. Ja. De kinesisten en de mensen in Leuven en Pellenberg hebben ons gezegd van kijk, iedereen heeft een periode van 6 jaar. Mm-hmm. Van de geboorte tot aan het 6e levensjaar heb jij de kans om te leren lopen. Als zij 6 jaar is en ze kan niet stappen, zal ze het waarschijnlijk nooit niet kunnen. Ja. Dus dat wil ook zeggen, bijvoorbeeld, als jij of ik of iemand anders een ongeluk heeft en we zijn verlamd, tijdelijk verlamd, wij hebben 6 jaar om terug te leren stappen. Ja. Dus die hoop, natuurlijk bestaat die hoop dat zij gaat kunnen stappen. Zij gaat nooit geen sporten kunnen doen. Als zij ooit naar de Olympische Spelen gaat, dan zal dat Paralympics zijn. Ja. Dus ze zal nooit niet goed kunnen stappen. Dus op elke stap dat ze doet, zowel letterlijk als figuurlijk, is voor ons een overwinning. Ja. Dus. Je spreekt over, we zien het allemaal, de rolstoel. Je spreekt over Gastelsberg, Pellenberg, kinesisten. Ik neem aan dat dat niet simpel is. Dat is financieel, lichamelijk en mentaal ook heel zeker heel zwaar. Ja. We sleuren ons daardoor. We hebben heel veel steun van de tientallen honderden mensen die nu hier zijn. Mm-hmm. Dus, en ook het vrolijk zijn van Jutta. Ja. Dus dat trekt ons echt de wel door. Jutta zit nu ook wel te glunderen achter de drumtut. Die is heel. Een heel vrolijk kind. Een heel vrolijk kind. Ze is een beetje overdonderd geweest dus straks. Ja. Ze is nu wel een beetje moe op, door een tutje. Ja. En ik denk als ik nu de tutje afpak, dat. Ja. Het is een heel vrolijk kind. Dus dat is een geluk. Een heel groot geluk voor ons. Ja. Een actief kind ook precies, want ze wil precies al jong vertrekken. Nog even een vraag. Het is vandaag een fritrock, de voordelen van Jutta. Hoe zijn gekomen dat dit jaar de voordelen van jullie is? Of de voordelen van Jutta? Hoe is dat gekomen? Inge en Jan van Frituur de Horst vroeger. Hè. Ze hebben de frituur overgegeven. Ze hebben 8 jaar geleden fritrock opgestart. Ze doen elk jaar voor een goed doel. Mm-hmm. Meestal is dat voor iemand dat ze kennen. Mm-hmm. Wij kwamen als vaste klanten vrij regelmatig bij Inge en Jan binnen. Die hebben ook als Jutta van dag 1 eigenlijk meegemaakt. Ja. Dus die hebben die evolutie ook helemaal meegemaakt van kijk, ja, de diagnose van CP is er. Dat is voor ons een heel grote schok geweest. We hebben Kom maar rustig dat. We hebben heel veel steun gehad. Van Inge en Jan. Die steun is er nog, hè? Die steun is er nog. Het bewijs is er hier. Dus, Jan en Inge hebben meer meegeleefd. Ze hebben altijd gezegd van kijk, kunnen we iets doen? Ze hebben altijd gezegd, nou, eigenlijk, je kunt weinig doen. Vorig jaar was het dan door iemand ook het reet, die had de vampierenziekte. Dat was een jongen die zit eigenlijk constant in zijn kelder opgesloten. Ja. En op een gegeven moment kwamen Inge en Jan los. Als we daar een frietje gingen eten, toen hadden ze de figuur nog van kijk, wij gaan volgend jaar frietrock voor Jutta doen. Ja. Wij stonden daar altijd weer perplex. Wij stonden daar van, ja, ja oké, okay, is goed, is dat nodig? Toen hadden we zoiets van, ja, nodig. Misschien wel. En nu hebben we zoiets van financieel, elke cent. Hè. Vroeger als ik een cent op de grond zag liggen, ik stampte die weg. Hè, weg met die rommel. Nu ben ik geneigd om op te rapen. Ja. We hebben het financieel niet geprobeerd, dankzij
Is dat onnoemelijk voor geld? Is er eigenlijk veel steun of genoeg steun? Een kwestie van wat ziekenfondsen of dat soort dingen? Wij krijgen vroeger kindergeld. Mm-hmm. De rolstoel krijgen we, maar de aanpassingen om die rolstoel, die moet je zelf bekostigen. Dus is een immens geworden fan van K3. Mm-hmm. Het wielschelen van K3 die kost ons 175 euro bijvoorbeeld. Absoluut niet vergoed. Zo zijn er nog een aantal dingen, die botjes dat ze aan heeft, de steunbotjes, steunlaarsjes, die worden ook vergoed. Maar wil je daar iets extra aan, moet jij dat er bovenop betalen. Dus ja, eventuele aanpassingen in huis. We hebben over 22 een andere auto gekocht. Voorlopig gaat dat nog. Op het moment dat zij begint te groeien, we moeten een andere rolstoel hebben, of deze rolstoel moet aangepast worden, dan past hij niet meer in onze auto. Dan starten we de aankoop van een nieuwe auto. We weten allemaal, een auto, dat is niet goed gekomen. Ja, zij is nog te jong om zelf te leren rijden, dus je moet geen aangepaste auto, je moet gewoon een ruime auto hebben. Maar sowieso... Er zijn dingen waar dan mensen niet bij nadenken, die wel boven komen. En als je dat dan vertelt, dan zeggen van, ah ja. Het is veel meer dan het feit van, Jutta zit in een rolstoel. Er komt een heel aangepast leven bij kijken. Ja, ja, want zij gaat nu van de 1 september gaan ze naar school, naar de kleuterschool. Ja. Ze gaat naar een gewone school. Daar in die school werken de juffen en de directrice. Die hebben ons in de hart onder de riem gestoken. Kijk, dat komt goed, we gaan dat het beste doen. Ja. Dus zij doen ook niet moeilijk over het feit van, kijk, we moeten naar maandag bijvoorbeeld, moeten wij naar Leuven, moeten wij de laatste 11 uur vertrekken. Ja, dan moeten we om 11 uur zitten uit de klas gaan halen. Ja. Dus dat is een extra zorg, een extra last voor die juffen. Van ja, je moet om 11 uur zeker in die klas zijn. Je kunt niks plannen met de andere kindjes, je moet er zijn. Maar die doen dat allemaal, die doen dat geren en die doen dat goed. En dat is voor ons ook echt waar, we pakken een hoedje vooraf. Ik denk dat duidelijk is, als je rondloopt met Vietrok, er staan heel veel mensen achter jullie en bij deze komt het van alles naar buiten en dan krijgen mensen van ons een beetje een beeld van, oké, wat is het juist allemaal van alles, hoor. Ja. Heel veel goed moed nog, voor jou vooral. En wij willen ook vooral de mensen van de organisatie bedenken, jullie bedenken en natuurlijk al het volk dat hier rondloopt. Iedereen die hier maar één pintje komt drinken, dat pintje gaat niet naar ons volledig. Nee. Dat pintje gaat 50% naar de Jutta, 30% naar een brouwer, om het zo maar te zeggen, en 20% naar die Music for Life. Dus mensen, blijft ook die Music for Life steunen. Dat is niet alleen voor ons dat ik het hier doe, het is ook voor andere mensen. Dus. En zolang de Jutta gelukkig is, zijn wij ook gelukkig. En Jutta is duidelijk gelukkig, hè? Jutta is een moe, maar heel gelukkig kind. Ja. Zijn we nog? Ja. Buiten is. Ja, het is